Dit is de Lentenu van woensdag 3 augustus met vanavond. Bij 30 graden trekken schapen hun winterjas uit. Boa's letten extra op of natuurgenieters zich aan de regels houden. En vrijwilligers gezocht voor een bijzonder ruitenkamp in Westerbork. Met tropische temperaturen vandoor. Nou, maan kriegen we ook nog warm weer. Maar het donker nog wordt het ietsje koeler. En daarover vertel ik nooit nergens meer. Goedenavond. Met temperaturen van bijna 30 graden is het zomers warm vandaag. Rokken en korte broeken weer. Ook de schapen van de kudde op het Dwingelder Veld gaan voor een zomerse outfit. Elke woensdag worden er voor toeristen een paar geknipt. Zo, dit is Sophie. Ja, en Sophie is een Drentse schaap en die gaat vandaag naar de kapper. Ja, Sophie die wil graag een zomers kapsel. Fijn vindt Sophie het niet, dat knippen. Maar als de kriebelige jas eenmaal uit is, voelt dat toch ook wel fijn. Ze is dan ongeveer 1,5 kilo lichter en de nieuwe vacht kan gaan groeien. Laten we eerlijk zijn, ze komt alleen de blote billetjes te staan. Hè? Dus straks als ik bij die billetjes ben, niet gaan lachen, hè? Want ze is een beetje verlegen. Je zou misschien zeggen dat het met dit weer al helemaal lekker is om van je dikke vacht af te zijn. Maar dat ligt anders. Wol werkt namelijk ook isolerend. En alles wat goed is tegen de kou, is ook goed tegen de warmte. En hij nou de binnenkant van die vacht voelt, en dat schaap, die is eigenlijk helemaal niet echt warm. De pas geknipte schapen insmeren met factor 50 is natuurlijk geen optie. Dus nemen de herders andere maatregelen als ze de heide opgaan. Nou, we beginnen gewoon zo vroeg mogelijk. Dus meestal rond 1 uur of 5. En dan tot zolang als je het volhoudt. En meestal lukt dat wel tot 12 uur, 1 uur. En dan gewoon heel rustig lopen. En waar het kan een beetje schaduw opzoeken. Maar ook voor de herdershond is het pittig. Daar sleep ik een hoop water voor mee. En die mag af en toe even zwemmen in dat ven waar de schapen ook drinken. Is Sophie morgen helemaal de blits op de hei, hoor. Nou, ga eens even voor de spiegel kijken. Dan moet ik eerlijk zeggen, dat meestal hoor ik wel wat gemekken. Maar goed, dat is niet anders dit. En dat knippen met dit weer, dat is ook best pittig. Daarom doet Johan het rustig aan. De laatste schapen die we vandaag knippen, die knippen we lekker in de schaduw van de lindenboom daar zo. En verder voor de rest in water drinken en ijsjes eten, hè? Dat is ook belangrijk. Ja, met dit mooie weer trekken veel mensen de natuur in. Om overlast te voorkomen gaat Natuurmonumenten de komende tijd extra controleren of mensen zich aan de regels houden. Dat werk wordt gedaan door speciale groene boa's. Waar rijden we eerst heen? We gaan eerst het Dwingelder Veld op. Buitengewoon opsporingsambtenaar Rob Pleijs. Speciaal voor Natuurmonumenten houdt hij de gebieden in het zuiden van Drenthe in de gaten. En waar let je nu op als je hier zo rijdt? Nou, ik kijk sowieso altijd eventjes naar vuil wat er mogelijk kan liggen. Weggegooide blikjes en dat soort dingen, die gooit dan eventjes achter in de auto. Maar voorlichting geven hoort er ook bij. Hallo. Nou ja, dan komen ze uit het bos. Toch is het vooral de bedoeling om goed te kijken of iedereen zich netjes gedraagt in de natuur. Waar let je dan op als boa? Nou, sowieso of er geen auto's overheen komen. De gemeente die geeft wel ontheffing af als je daarom vraagt. Dus daar controleren we wel op als hier auto's rijden. Hoi. Hoi. En dan midden op het zandpad staat een busje geparkeerd. Ja, als u de auto iets naar rechts kunt zetten, dan kan ik er wel langs. Maar het is niet handig in ieder geval. Hey. Het is geen tijd voor een boete. Ja, ja. Het was de auto van de schapenhouder, dus geen boete. Kijk, het is natuurlijk nooit leuk als je iemand een bekeuring geeft. Maar meestal, als je het uitlegt, dan... Begrijpen mensen wel waarom ze een bekeuring krijgen? Het Blauwe Meer. Het Blauwe Meer. Kijk, ze hebben het bord ook aangepast. Ik zie, er zijn nieuwe stickers aan toegevoegd. Die waren er eerst nog niet. Nee, verboden voor open vuur en voor barbecue. Naast geluidsoverlast en zwerfvuil is dat één van de dingen waar aan het water streng op wordt gecontroleerd. Er zitten verkoolde resten in. En de volgende dag lopen hier weer kinderen met blote voetjes er doorheen. En dat wil je gewoon niet hebben, dat ze in stukjes hout trappen, met splinters en dat soort dingen. Een boete kost €100 plus €9 administratiekosten. Ja, leuker kan ik het niet maken. Het is toch zonder geld, zeg ik altijd, want daar kun je heel leuke dingen voor doen. Ja, is het evengoed wel leuk om dit werk te doen?
Het is het leuk. De leuke gesprekken en de leuke situaties die overheersen bij verre uit de discussies, de moeilijke discussies die je af en toe een keer moet aangaan. Fijne dag, hè? Hey, hetzelfde. Klaas, bedankt. Nou, het zomerse weer heeft ook nadelen, want door de aanhoudende droogte heeft Nederland volgens de regering officieel een watertekort. Maar in Drenthe valt de situatie mee. Volgens de waterschap in onze provincie vallen er wel wat sloten droog, maar dat is een normaal beeld in de zomer. Dat er in Drenthe geen officieel watertekort is, komt ook door een portie geluk. Het heeft in Noord-Nederland de afgelopen periode wat vaker geregend dan in andere delen van het land. En een 33-jarige man uit Berger op Zoom is in hoger beroep tot 4 jaar cel veroordeeld voor het runnen van een groot drugslab in Eekst. Dat is een jaar minder dan de rechtbank hem vorig jaar oplegde. Lagere celstraffen waren er voor 4 andere mannen, waaronder de huurder van het pand. En de zomervakantie doorbrengen tussen de paarden. Genoeg mensen die niet liever willen en daarom zitten ook veel mensen met een beperking. Al decennia kunnen ruiters met een beperking terecht op het ruiterkamp in Westerbork. Maar door een gebrek aan vrijwilligers wordt het wel steeds lastiger. Zachtjes je benen, hè? Je moet even opdenken dat hij zijn benen stil houdt. Op deze manege in Westerbork worden ruiters met een beperking in het zadel geholpen. En ze gaan hier ook buiten de bak, door de natuur. En dat is... heel gezellig. Dat vind ik altijd heel gezellig, op paard. Ja. Is het paard zelf ook gewoon heel gezellig? Zijn het lieve dieren? Ja, maar nu rij ik op een ander paard hier. Ja. Is dat nog een beetje spannend dat dat dan een ander paard is? Ja, dat vond ik wel een beetje spannend de eerste keer. Maar Nicole hoeft het niet spannend te vinden, want alles wordt tot in de puntjes gepland. Welk paard past bij welke ruiter en welke vrijwilliger hoort daarbij? De paarden op het ruiterpaardje, goed sturen. Dit brengt hen vrijheid. Dit brengt hun knuffelen met een paard. Dit brengt hun ontspanning. Dit brengt hun gezellig in een groep zijn. Gezellig veel lol maken. Ja, kijk. Alle haren losmaken. Goed zo. Dikke spierballen. Ja. Maar dat staat of valt dus met de vrijwilligers. Er zijn evenveel vrijwilligers als ruiters op het kamp. Die zijn echter steeds moeilijker te vinden. We hebben altijd wel 120 aanmeldingen. Dus dan moet je een heleboel afzeggen. Dus dan hebben we gezegd, we gaan 8 weken in plaats van voorheen 6 weken organiseren. Maar zelfs dan blijft het lastig en is alsnog een week uitgevallen. Het lijkt ook wel een uitdaging om iemand te strikken die in de vrije tijd naast een paard wil lopen. Ja, dat is fantastisch. Ja, ik loop er het liever naast dan dat ik erop zit. Aan het eind van de week ben je echt wel kapot. Het is lopen, sjouwen en maar doen. Maar je hebt heel veel lol samen en met de ruiters vooral. En er gaat een wereld voor je open. Het is echt heel erg gaaf om dit te doen. Het is heel dankbaar en alles voor die ene smile. Ja, ze zijn vol passie en staan te trappelen om het familiebedrijf van hun ouders over te nemen. Jonge boeren. Maar hoe zien zij de toekomst? Is die er eigenlijk nog wel? In de serie Boeren en Toekomst volgen wij 3 jonge boeren die vertellen over hun grootste passie. Ik noem maar even het S-woord. Kun je het nog horen? Nee. Toch, als je het hoort, wat denk je daar dan van? Stikstof? Nou, nog geen kippenvel verhaal, maar daar ben je zo moe van. De droom van boer Martin Jansen hangt aan een zijden draadje. En dat heeft allemaal te maken met de ligging van de boerderij van zijn ouders. Ja, want leg even uit, jullie moeten eigenlijk weg vanwege dit stukje natuur? Ja, dit stukje natuur en aan de andere kant van de spoorlijn ligt de Boerenveense Plassen. En die willen ze aan elkaar koppelen. Nou, en daar leggen wij tussen. En ze hebben ons nodig. En daar zijn we 8 jaar mee bezig. 8 jaar vol onzekerheid en frustratie. Die frustratie, is dat iets waar je ook veel met je vader over hebt? Nou, eigenlijk niet, want we... een boer praat bijna niet, zeggen ze. Mm-hmm. Ja, nee, maar daar heb je wel over. En je corrigeert elkaar daar ook op. De een is vaak negatiever dan de ander. Yeah. En ik snap wel, als je hier jarenlang woont, dan ben je, dan ben je ook trots op wat je opgebouwd hebt. En dat heb ik ook wel. Yeah. Alleen ja, ik zie soms nog wel eens kansen. Fijn dat jullie hier zijn. Welkom op ons melkveebedrijf. De boerensector staat onder hoogspanning. Door alle demonstraties zou je soms bijna vergeten wat het boerenleven inhoudt. Lisanne geeft daarom rondleidingen. Ook om boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen. En hoe je eens voelen hoe die tong van hun voelt. Maar er moet ook een boel veranderen, dat is duidelijk. Ja.
Maak je je dan ergens ook wel zorgen over de toekomst? Of heb je zoiets van, dit gaat wel goed komen? Het is afwachten. En ik hoop altijd dat het weer goed komt. Ik zou altijd de positieve voor ogen houden, zeg maar. Maar het is afwachten. Maar het nadeel van die landbouw is natuurlijk wel ook de stikstof. Ja. Jullie zijn niet de enige die het uitstoten, maar wel ook een groot deel daarvan. Klopt. Dat zien de jonge boeren ook wel in, neem ik aan. Absoluut. En daar is ook zeker bereidheid om daaraan te werken. Ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Voor dit bedrijf heel praktisch. Er zijn echt wel manieren om het te verminderen. Alleen die zijn nog niet voldoende aangetoond. Dus ik weet nog niet waar ik in moet investeren. Ja, en je kunt maar één keer zo'n investering doen. Investeren. Boer Martin wil dat ook. Maar zit letterlijk en figuurlijk vast. Waarom duurt dat al 8 jaar? Ja, de regelgeving, aan het lijntje houden, zo'n gevoel heb ik. Nou ja, dat is gewoon vervelend. Er is elke keer wel weer wat. En natuurlijk het zakje geld. De onzekerheid blijft, ook na het zo langzamerhand beruchte stikstofkaartje van minister Van der Wal. Terwijl de jonge boeren snakken naar perspectief. Daarover meer in de volgende aflevering van Boeren Toekomst. Ja, en kijk op ons YouTube-kanaal voor het uitgebreide verhaal van de 3 jonge boeren die in de voetsporen van hun ouders willen treden. Prachtig, hè? Die heide die begint al een beetje te bluren. En het duurt nog 1 en dan wordt het hier knalpaars aan de rand van Elpie natuurgebied De Holmers. En die zonne die zal wel goud helm, maar wat is het ook dreug, hè? En het blieft het voorlopig ook nog wel een. Ja, vannacht kringen we dan ook nog zo'n plaknacht. Die nog een beetje verkoelende wind valt vanochtend helemaal weg. En vannacht blijft het dan een graad of 17. Maar het is weer een warme dag, 28 tot 30 graden. Noorse zonne zijn we ook wel wat bewolking. En tegen de oom kan er heel lokaal misschien een klein buitje van. Maar op de meeste plekken blijft het gewoon dreugen. De donderdag is het wat frisser. Vrijdag en dit weekend is het zo'n 22 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking, maar dit weekend schijnt de zon weer volop. Tja, en het blijft dus dreugen. Zomers weer, maar wel iets beter uithouden voor de meisjes. En dit was Drenthe Nu voor vandaag. Kijk voor meer nieuws in onze app of op rtvdrenthe.nl. Lees daar onder meer een verhaal over de eregalerij van het Rijksmuseum, waar elke provincie een eigen boog heeft, maar Drenthe niet. Onze provincie deelt een boog met Groningen. Waarom dat zo is, dat staat uitgelegd in de app en op de website. Voor nu, fijne avond en graag tot morgen.